Jongens doen het op school slechter dan meisjes. Dat weten we uit eerder onderzoek. Ze blijven bijvoorbeeld vaker zitten, ze voelen zich minder goed in de klas, ze hebben vaker conflicten. En dit onderzoek wou nagaan wat daar nu de mogelijke oorzaken van zijn. Het onderzoek wou dus niet alleen beschrijven wat dat de mogelijke verklaringen waren, maar ook nagaan of we iets konden veranderen aan de lespraktijken. Dus we hebben voormetingen gedaan, dan hebben we interventies gedaan met de leerkrachten en dan hebben we nametingen gedaan. En we hebben steeds enquêtes afgenomen bij de leerlingen, enquêtes ook afgenomen bij de leerkrachten en lesopnames gemaakt. Als leerkrachten geconfronteerd werden met de opnames van hun eigen lesgeven, dan werden ze zich bewust van het feit dat ze jongens en meisjes toch niet altijd op dezelfde manier behandelen. We zagen bijvoorbeeld dat jongens, als ze praten met hun buren, daar berispingen voor kregen, maar meisjes die kwamen daar eigenlijk mee weg. Als leerkrachten na die confrontatie met opnames van zichzelf de kans krijgen om hun eigen praktijk in vraag te stellen, nieuwe dingen uit te proberen, daarover van gedachten te wisselen met collega's, dan zien we dat ze erin slagen om naar het einde van het jaar toe een heel stuk eerlijker om te gaan met die jongens en die meisjes in de klas. Onderwijsonderzoek is mijn grote passie. En ik heb de liefde voor onderwijs van kleins af meegekregen. Omdat het voor mijn ouders altijd heel belangrijk is geweest. Voor ons, voor hun dochters in de opvoeding, maar ook voor hen zelf, was het niet evident om hoger onderwijs te gaan volgen. Het feit dat zij dat hebben gekund, heeft voor hen heel veel betekend. Dus dat hebben ze echt meegegeven aan ons. En die betekenis die onderwijs kan hebben om te klimmen op de sociale ladder of om dromen waar te maken, dat is iets wat mij mateloos fascineert. Dus toen ik de kans kreeg om aan een doctoraat te beginnen over onderwijsongelijkheid, dan heb ik geen seconde getwijfeld.